Jorien, het is de Bos hier weer vandaag met een nieuwe commentary. Jawel, ik ga deze video beginnen met een facecam. Waarom? Omdat ik iets nieuws wil inleiden op mijn kanaal. Namelijk FIFA 14, dus dat wordt een nieuwe basis op mijn kanaal. Wat gaat dat inhouden? Pack openings, wager matches en zoals je hier in de titel kunt zien, player reviews. Dat is ook meteen mijn eerste nieuwe series rond FIFA 14 op mijn YouTube kanaal. Dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Ik zag het nog niet in Vlaanderen, dus ik dacht van ik ga FIFA 14 iets wat meer uploaden op mijn YouTube kanaal. Nu mannen, de rest wordt duidelijk in de rest van de video en dan gaan we er eens meteen in vliegen. Tot ziens. Voilà mannen, welkom terug. Nu, we gaan er meteen in vliegen met de video episode 1 van mijn nieuwe serie. Over FIFA 14, Ultimate Team, Player Review, amai. Over wie ga ik het nu hebben? Sergio Aguero of Kun Aguero, de 88 rated gouden speler. Nee mannen, geen Inform, Second Inform of Team of the Season. Misschien later, maar ik ga het even houden op de gouden versie. Nu, ik ga eerst een beetje mijn team inleiden. Zoals jullie weten, ik heb een nieuw team. Voilà, Tsjech in goal, Aguero van voor, een 4-2-3-1-2 opstelling. Nu mannen, deze opstelling is goed, een hybrid squadje. Ene speech, maar dat is Aguero, dat is een beast, dus je kent dat wel alleen. Solid verdediging, solid middenveld met Rooney, die wil ik ook echt eens reviewen, maar dat is misschien voor later. We gaan beginnen. Sergio Aguero, Kun Aguero, zoals jullie kunnen zien. De 88 rated speech. Ja, ik heb mijn spel in het Engels staan, maar dat maakt niet uit. Nu, ja, hij is 5 feet 9, dus meter centimeters moeten niet afkomen. Maar hij is klein, maar dat maakt niet uit. Hij kan echt wel goed koppen. Hij staat zijn mannetje als hij er moet staan. Hij blijft zowat van voor. Hey. High attacking rate, low defending rate. Zijn rechtervoet is zijn geprefereerde voet. Linkervoet heeft 4 sterren. 4 sterren skill moves. Dus dat is ook wel insanely good. Ik heb hem gekocht voor 92.000 FIFA Ultimate Team Coins. Wat op zich nog, ja, dat is wel duur. Maar man, het is een investering. Dat haalt er echt wel uit. En ik heb er momenteel van de 25 matches al 20 goals mee gescoord. Dus dat is echt wel goed voor een striker. Voilà mannen, we gaan beginnen met de stats. Dus de in-game stats. Eerst een beetje ja, de prijs voor jullie. Want ik weet dat ik verschillende consolekijkers heb. PlayStation heeft 93.500, Xbox 360 78.500 en de PC-kijkers onder ons 156.000 FIFA Ultimate Team Coins. Mannen, geef dat er dan uit, want het is een beast om het kort te zeggen. Voilà mannen, de skills, ja, ball control 90. Ik kan er allemaal gaan aflezen, maar ik ga er misschien meer mijn persoonlijke kijk op geven. Ja, acceleration is 93. Voor mij, het is echt een snelle speler. Hij staat zijn manneke. Hij kan gerust, echt gerust, een bal binnenschieten met zijn linkervoet. Hij kan ook gerust een balkje binnenkoppen met zijn kop, ook al is hem klein. Longshots is hier maar 78 of 79. En wel, dan moet ik al direct gaan tegenspreken, dat oranje cijferje daar, want dat volgende clipje dat gaat dat helemaal ja, bewijzen dat dat niet zo is. Maar in het kort, mannen, echt, dat is een zieke speler. Waag de gok. En ik zou zeggen van, ja, ga nu naar u. PS3, Xbox of PC en koopt hem. Nu, mannen, voilà, in longshots, je weet het, 79, dat statje, maar ik wil even bewijzen hier een klein gameplay stukje. Aguero aan de bal en een longshot van 79, zo gezegd. Ik geloof dat niet, maak er maar in de 80 zeker van. Waarom? Ja, dat was een mooie curveball, mooie power erachter. En ik ga zo wat ja, commentaten nu, een persoonlijke kijk op Aguero. Zoals ik al reeds had gezegd, mannen, ik zelf vind het echt een beast. Zoals je hier ook in de clip kunt zien, zoals ik al heb gezegd, hij staat zijn mannetje. Zoals je hier kunt zien, hè, hij wordt, allez, er wordt aan hem getrokken. Dus ja, je zou denken van, ja, die valt van zijn bal. Maar nee, hij staat zijn mannetje en hij kan gerust hè, een balkje binnentrappen met zijn linkervoet, zoals je net hebt kunnen zien. Verder, mannen, ja, ik zou zeggen van, doe het gewoon. Echt waar, gewoon doen. Je past in een goed team. Misschien heb je liever twee spitsen, maar dan zou ik er Suarez naast zetten. Die kent ook wel. En voilà, hier opnieuw. Mannen, insanely, insanely mooie shots. Een mooie chipball, zoals ze dat noemen, of een lobball. Dat is een shot, ja, dat is insane. Hè. Dat is gewoon het beste wat er is voor een spits. Nu, mannen, dat is ook mijn eerste keer dat ik zo'n dure speler heb van voor. En ik moet zeggen, het is echt, het loont. Dus het is de moeite waard om hem te hebben in jouw team. Jouw team, beter gezegd. Mannen, voor de rest, ja, Team of the Season wil ik hem gerust kopen. Maar dan moet ik wel wat coins kopen, denk ik, eer dat ik die terug ja, ga hebben. Hier opnieuw, hè. Zie je dat? De 2-1 voor mij, mooi. Hè. Kun Aguero opnieuw. Mannen, deze was het in mijn eerste play review. Nu wil ik aan jullie even vragen van wie willen jullie in jullie volgende video zien. Dus laat dat na in de comments. Laat er ook ineens bij
van ja, met of zonder facecam. Maar mannen, één vraagje. Komt niet af met Messi of Ronaldo, want voor een kleine YouTuber zoals mij gaat dat, ja. Maar mannen, je weet, het moet ook een beetje realistisch blijven met de players die ik moet reviewen. Voilà mannen, ja, je weet het, hè. Een like is erg geapprecieerd voor de tijd die ik hierin steek. Een comment, je weet het, facecam of niet. En welk is mijn volgende player die ik moet reviewen. Voilà mannen, deze was de Bos en tot de volgende keer. Ciao.